Het is mijn eerste revue in vele jaren. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn super benieuwd naar wat we gaan te zien krijgen. Ik weet niet zo goed wat we moeten verwachten, nee. Maar ons hoofd staat op spektakel. Ja, we verwachten veel spektakel inderdaad. En dans ja. Ook. Spektakel en dans. We hebben er alles in super veel zin in. Gert en James, ja, is altijd lachen. Dus ik verwacht dat ik ga lachen. Hou je eigenlijk van revue? Ik ken er eigenlijk niks van. Nee, ik weet zelfs niet wat ik weet wel wat het is, maar nee, ik ben heel benieuwd. Als we spotten met de actualiteit, met de personen die in de zaal zitten, gaat het situatiehumor zijn? Gaat het politiek geladen zijn? Gaat het op het randje zijn? Gaat het woke of niet zijn? Ik hoop dat ze daar niet te veel aandacht aan besteden. Ze moeten zichzelf ook kunnen laten gaan. Dus ik ben echt benieuwd. Alles voor de show. Ja, wij gaan spelen en zingen en dansen en springen op eigen risico. Ja, wij doen alles. We hebben samen een paar keren meegedaan in de winterrevue in Antwerpen. Dat wordt geproduceerd door productiehuis van James. Ik zei, ja, kijk bij u mee, dan moet je een keer bij mij komen mee van de zomer. Hè. Voilà, en nu staan we hier. Ik ging eraan, hè. En nu staan we hier. En ik ben super blij dat ik daar ja op gezegd heb, want ik vind het een super toffe tijd. Ik ben gewoon ook graag bij hem en ik logeer ook bij hem, dus ik laat hem niet meer rust. Hè, de komende weken, dat moet er altijd bij pakken bij mij. Ja, ik ben heel moe, maar dat komt eigenlijk niet door die show, maar vooral omdat ik een logeer heb die een heel druk is. Heel druk. Ik kijk dus met een man, maar ook met een hond mee. Vergeet Barbara, kom op! Ze verdient je liefde niet. Blik niet meer terug. Oh nee. Vergeet Barbara. Het was zeer spannend, denk ik. Ik denk dat we wel echt heel zenuwachtig waren. Hebben we genoten ervan? Ik heb er wel van genoten, ja? Eigenlijk. Ja, het begon en ik heb zelfs soms bij voorstellingen, als het begint, dat je voelt hoe het zal gaan. En vandaag was dat zo, het begon en je voelde, het zou er wel eens tof kunnen worden. En ik vond het wel tof, ik vond het wel echt leuk. Het publiek was super enthousiast en dat doet heel veel. Je krijgt zoveel van je publiek, dus dat geeft je energie om dan echt een spetterende show te geven. Ja. Hallo, hey. Je gaat hier nou toch heel een tijd geen pakjes laten afleveren. We zijn bezig, hè, vriend. Ja, sorry, maar ik heb iets besteld, ja, kijk. Ja, en dat, ja. Ja, die doet dus niks anders. Die bestelt altijd van alles. En weet je wat het ergste is? Altijd van die dingen, van die Chinese brol. Kennen dat? Nee. Kennen het, hè? Ja. Ja, wat hebben we nou weer gekocht? Ja, iets ongelooflijks. Zijn spot goedkoop, €250. Amai. €250, dat mag het toch al de moeite zijn, hoop ik. Wat zou wel zijn dat de moeite is? Ja. Het is een paraplu. Er zit veel in het script dat ook waarheidsgetrouw is. Zoals dat ik heel veel brol bestel op Chinese websites. Maar ook dat ik vaak bezig ben met een dood. En we hebben geprobeerd om dicht bij onszelf te blijven toen het script geschreven werd door Gert en door Dirk van Voren. En ja, bon, dat is wel gelukt. Ik herken mezelf wel in sommige acts. Zeker en vast. Ja, het is altijd leuk als je dicht bij jezelf komt. Mensen kennen, de mensen die naar onze show komen, die kennen ons ook een beetje. Die weten ook heel veel dingen over ons. En als die dan terugkomen in die show, dan is dat extra leuk natuurlijk. Oh, ik vond het heel spannend. Ik vond het ook wel echt heel leuk. Omdat zo'n revue is weer iets totaal nieuws. Een nieuwe wereld waarin ik instap. Maar ik vond het echt heel plezant. Ik heb heel veel bijgeleerd. En ik vond het heel leuk. Vanavond, het was hier warm qua temperatuur. Maar het was ook echt warm. Het was een warme zaal. Het was zo... Ja, ik vond het plezant. Het was zo met niet alleen vrienden op het podium, maar precies ook zo vrienden in de zaal. Zo dat gevoel, dat was leuk. Amai. Dat is gewoon een zonnetje. Ja. Uw tuinman die is op verlof. U is dood. Ja, James, laat de dames maar op de sofa. Jullie mogen geplaatst worden. Ja. Voilà. De slappe lach, dat is niet weg te denken bij jullie op scène, hè? Maar dat komt ook door die première. Allee, je moet weten, we hebben deze middag een doorloop gedaan, gewoon in ons gewone kleren. En dan, ja, sommige kostuums zagen we echt voor de allereerste keer, Gert. We hadden het niet zo verwacht, hè? Nee. Ja, bon, zwart, ja. Dan is het sterker dan ons eigen. En dan, ja, Bob, we kunnen niet vertellen waarover dat je moet komen kijken, maar er zijn een paar dingen in die toch wel, ja. Als je dat de eerste keer ziet, dan weet je toch niet wat er gebeurt. Hé, James? Ja, dat is waar. Je moet niet zo kijken naar beneden. Ik zal maar een korte tip geven. Iedereen gaat naakt. Voilà, en meer kunnen we niet zeggen. James Cook alias Baby Lasagna. There's no going back. My presence.
fades to black. Whoa, no, there's no going back. Whoa, my anxiety attack. Whoa, dum dum digga digga 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 dum digga digga dum dum digga digga dum dum digga digga dum. Ik vond het heel fijn. Het was een heftig repetitieproces, maar we staan er en het was een heel leuk publiek, dus dat gaf ons ook wel heel veel energie. Ja, het was fijn. Dat is zo fijn om naar te kijken. Ik gniffel bij elk moment. Ik vind dat zo, dat is plezier van het hoogste niveau. Ik vond het superleuk. Sowieso, als je een paar mensen kent van de cast, dan geeft dat toch nog een andere dynamiek of zo. Maar ja, we hebben heel veel plezier gehad, absoluut. Het is echt een fantastische voorstelling, hè? Het is eigenlijk de Gaston en Leo, maar dan hedendaags. Ja, ze doen dat top. Ik vind het geweldig. En heel leuk dat Gert en James zichzelf blijven. Heel de avond lang zitten eigenlijk te zien naar twee mensen die het gevoel geven, wij spelen dat speciaal voor jou als Gert en James. En dat vind ik heel leuk. Ik heb me goed geamuseerd. De mensen hebben heel hard gelachen. Het is een zeer mooie show, zeer knap gemaakt. En Michiel de Meijer speelt zoals gewoonlijk weer de pannen van tak. Oh ja, die hebben dat weer heel... Allee, dat is machtig hoe dat die... Ik begrijp dat niet, hoe dat die dat... Allee, zo kunnen aan elkaar praten en zo goed... Ja, die hebben heel veel geoefend deze week. Die waren al weg toen ik ging komen werken, waren die al vertrokken. En ik zag ze ook niet meer toen ik vertrok. Dus die hebben daar echt heel veel tijd in gestoken om dat zo goed te brengen voor iedereen. Ja. Alles voor de show.